wat je ook wil van overheidsinstanties, je wordt eigenlijk altijd belaagd met stapels formulieren die je moet invullen. Je loopt best wel tegen de regelgeving en wetgeving aan. In de maatschappij ben ik gewoon niet helemaal zo gelukkig als dat ik zou kunnen zijn. Dan maar op zoek naar waar ik wel gelukkig van word. Het liefst wil Martijn helemaal onafhankelijk leven van de staat. Hij heeft zijn huis verruild voor een auto en gaat op zoek naar mensen die hem kunnen inspireren in een vrijer bestaan. Hoi. Hey. Ik ben Tim. Martijn. Hoi. Dag dan. Wat ga je eigenlijk precies doen? Ik ga op roadtrip naar de vrijheid toe, om het zo maar te zeggen. Op zoek naar de mensen die, net als mij, zo min mogelijk in de maatschappij willen leven en zoveel mogelijk zelfvoorzienend en dus ook in vrijheid. En waarom ben je dan niet gelukkig in de gewone maatschappij? Er wordt gezegd dat je een hele hoop beslissingen zelf kan maken, maar ik merk toch dat je eigenlijk aan alle kanten tegen grenzen aanloopt waar ik het niet mee eens ben. Dus bepaalde dingen, zoals post, dat soort dingen, ja, dat laat ik even allemaal voor wat het is. Blauwe brieven, CJB, dat soort zaken, dat zien we allemaal later alweer. Oké, maar ben je dan een beetje op de vlucht? Nou, nee, niet echt op de vlucht. Ik ben vooral op zoek naar een hoop nieuwe contacten die hetzelfde in het leven staan als mij. Mensen die eigenlijk zo min mogelijk met de maatschappij te maken willen hebben, maar wel een heel groot hart hebben voor de samenleving. Je wilt dus een beetje los van de staat? Zoveel mogelijk, ja. Maar als je dan op die roadtrip gaat, dan ga je wel over de weg. Ja, dat klopt. Hoe zie je dat dan? Nou, ik ben zelf natuurlijk nu nog niet off-grid, om het zo maar te zeggen. Ik ben nu nog gewoon onderdeel in de burgermaatschappij. Maar ik wil er graag uit los. Dus voor het moment, ik betaal gewoon nog mijn wegenbelasting. Ik heb gewoon nog de vaste lasten van de zorgverzekering, dat soort zaken. Maar het gaat om waar ik naar op zoek ben. Beetje een rommeltje momenteel. Ik heb het nog niet georganiseerd. Ik zie het. Maar van alles en nog wat. Dit lijkt een beetje op mijn huis. Het lijkt ook een beetje op mijn huis. Dit is jouw huis. Dit is jouw leven in een achterbak. Dit is mijn leven in de kofferbak inderdaad. En als je gaat slapen, dan gaan de banken plat. En er ligt een mooi opblaasmatje onder. Die pomp je op. En dan kan je lang uit liggen. En de rest, ja, eigenlijk van alles en nog wat bij. Schone kleding, dingen om de was en de afwas te kunnen doen. Pannetje. Eten, inderdaad, keukengerei. Wat gordijntjes voor als je lekker gaat slapen. Want pottenkijkers overal is natuurlijk ook niet altijd wat. Nee. Dus ik vind het onbezorgde leven vind ik heerlijk. Nee. Nou, klep dicht en gaan. Klep dicht en gaan. Heel veel brandnetels. Je hebt er een paar, ja. Dit is wel een mooi plekje. Ja? Ja. Waarom? Nou, lekker beschut van alle kanten. Dus je wordt niet zo snel gezien van buitenaf. Sommige nachten dan slaap ik in het bos, lekker in de natuur. Wel leuk, maar voor een nachtje misschien? Nou, ook voor langere termijn is het heel goed te doen. Je kan in principe heel veel dingen in het bos gewoon vinden die je nodig hebt. Ja, hier. Braam bijvoorbeeld. Nou, er zit nu niet veel aan, maar je hebt eigenlijk overal in het bos wel eetbare planten. Eetbare paddenstoelen. Verder, je mag officieel niet jagen natuurlijk in Nederland, maar ja, in geval van nood dan is het absoluut mogelijk om een konijntje, fazantje, dat soort dingen te schieten. Doe je dat? Ja, als ik honger heb, dan schiet ik wel eens een konijntje. Ja, met wat schiet je dan? Met een kruisboog. Met een kruisboog? Ja. Wow, maar dat is echt maar helemaal into the wild. Ja, dat is een beetje back to basic. Hè? Dus, tadaa. Kijk of ik die hoog genoeg gespannen heb. Ik denk dat ik. Oh. Ah, net aan. En zo slaap je dan? En zo, ja, nu is het een beetje laag. Ik moet hem iets hoger hangen, maar ja, zo slaap ik dan. Maar het is ook een beetje Spartaans toch wel? Het went heel snel. Het probleem is wel dat als je zo leeft, het mag niet in Nederland. Dus die vrijheid die bestaat niet. En wordt het dan gehandhaafd? Er wordt heel streng gehandhaafd zelfs. Op het moment dat je ergens gevonden wordt, om het zo maar te zeggen, dan komen ze je wel wegsturen. Ja. En ja, ik zou wel graag een alternatief daarvoor willen. Want ik vind persoonlijk dat ik niks verkeerd doe. En dat andere mensen daar anders tegenaan kijken, ja, dat kan.
Maar ik vind dat het beide mogelijk moet zijn. Ik heb alle begrip voor mensen die in de samenleving of in de maatschappij willen leven in een huis met al die rompslomp eromheen. Moet kunnen. Als mensen zich daar fijn bij voelen. Maar ik vind dat het alternatief, dat moet ook kunnen. Als je lekker vrij wil leven en in de natuur wil leven, ja, waarom niet? Vind je het ook zo belangrijk om zelfredzaam te zijn, omdat je denkt dat je niet kan rekenen op de overheid? Voor mij persoonlijk ben ik inderdaad liever niet afhankelijk van een overheid voor mijn zelfbehoud. Ik denk dat dat iets is wat ja, voor iedereen verstandig is om zelf te kunnen. Je weet immers nooit. Is er eigenlijk iets in je leven gebeurd waardoor dit allemaal soort van uiteindelijk is gebeurd? Ik ben altijd wel een beetje anti-overheid geweest, om het zo maar te zeggen, dat ik het altijd wat te dwingend heb gevonden. Maar na mijn scheiding is dat wel echt extreem in het extreme gekomen, zeg maar. Dat ik ook merkte van joh, het systeem hoe het zou horen te werken, dat werkt gewoon niet. Dus op het moment dat je het nodig hebt, dan verwacht je er zijn vangnetten. Nou ja, die vangnetten die waren er niet en dan ga je op zoek naar iets anders. Wat was er, welke vangnetten had je nodig na de scheiding die er niet waren? Nou, onder andere een stukje psychische hulp, denk ik. Wat sneller op gang had moeten komen, want ja, scheiding is niet niks. Zeker niet met twee kinderen en ja, alles wat daar omheen erbij komt kijken. Het is gewoon een hele weerwar. En ik zat in een burn-out en ja, vanuit een burn-out allemaal dingen regelen, werkt niet. Daarnaast het financiële stukje, het plaatje, hoe moet je het opvangen. Nou ja, daar heb je het UWV voor, maar dat is ook nogal een traject geweest. Maar die uitkering die je krijgt, waar komt die vandaan? Nou, van de centen die ik heb ingeleverd toen ik wel nog aan het werk was natuurlijk. Nee, oké, maar wel via de staat, toch? Via de overheid. Ja, het is eigenlijk een oplegging die mij gedaan wordt door de maatschappij. Je moet een zorgverzekering hebben. Op het moment dat al die opleggingen en al die verplichtingen weg zouden vallen, hé, dan heb ik geen geld meer nodig. Dan ben ik de eerste die er afstand van doet. Maar zolang er geen alternatief is voor wat de maatschappij mij oplegt, nou, dan voel ik me er niet schuldig over dat ik de maatschappij ook laat opdragen om te betalen voor de verplichtingen die zij mij opleggen. Ja. Wat ga je zo doen in het bos? Nou, we zijn nu onderweg om een plekje te zoeken waar we soeverein kunnen ontmoeten. Dat houdt in dat hij niet langer onderdeel is van de staat der Nederlanden. Hij neemt niet langer deel aan het systeem. Dat is iets wat jij ook nastreeft. Je wil uiteindelijk ook soeverein worden. Nou, ik wil daar meer over weten. Dus wat het precies inhoudt. Maar ook de voordelen en de nadelen. Want je doet natuurlijk afstand van al je plichten. Maar daarmee ook van al je rechten. En waar moet het dan in het bos? Ze zijn natuurlijk niet heel erg blij met soevereinen of met mensen die zich afzetten tegen de staat. Dus ja, het is sowieso wel een goed idee om een beetje uit het zicht te blijven, om het zo maar te zeggen. Best wel veel beren op de weg als ik er dan over nadenk. Bijvoorbeeld, hè, ik ben nu op roadtrip, dingen als een auto verzekeren, want je bent officieel geen staatsburger meer als soeverein, toch? Als ik... Jawel. Je bent nog steeds? Ja, de auto staat op naam van de staatsburger. Dus wil je daar voorzichtig omheen, dan kun je nog steeds de auto rijden, maar moet je zorgen dat de auto niet op jouw naam staat. En dat is eenvoudig. Heb jij een rijbewijs? Ja, van heel vroeger nog. Ja. Maar die is niet meer geldig? Die is niet meer geldig. Hoe kan je dan wel auto rijden? De controles vermijden. Dat is een ondeugende blik. Ja. Maar dan zegt de agent, ja meneertje, daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Nee, ik krijg een boete. Die heb je wel eens gehad ook? Ja. Ja. Vaak? Vaak. En betaal je die dan? Nee. En wat gebeurt er dan? Niets. Ik maak bezwaar tegen de boetes en dan worden boetes geseponeerd. Dit werkt dus? Dat werkt. Dan hoef je hem niet te betalen. Niet altijd, hè? Niet altijd. Wauw.
Op het moment dat je soeverein bent, zijn dingen als belastingaangifte en zo, is dat nog, dat moet je nog gewoon doen? Nee, moeten niet. Nee, wat ik voor mensen doe, rekenen we handje contantje af. Dus daar komen geen bonden bij te kijken. Heb je een bankrekening? Ik niet. Niet? Nee. Maar wie wel? Wij hebben als groep van vrije mensen gezamenlijk één bankrekening. Op naam van de Reunie van Vrije Mensen. Hoeveel mensen zitten er op die bankrekening? Nou, niet zo heel veel. Wat zal het zijn? Voor 200 mensen zijn. Niet zoveel mensen? Er zitten 200 mensen op één bankrekening? Ja. Ook wel veel gedoe, toch? Om soeverein te zijn. Ja, het is altijd gedoe als je een beetje om de bemoeizuchtige staat heen wil. Want de staat wil dat je een bankrekening hebt, dat de Belastingdienst erop kan kijken. Want stel je eens voor dat je 10 euro zwart werkt. Daar schiet je de konijnen mee? Hier kan je konijnen mee schieten, Jack. Wow. Wil je een pijltje schieten? Sorry? Wil je een pijltje schieten? Ik weet niet. Ja, ik ook niet. Is goed. Kan wel. Dat is heel makkelijk. Wow. In alles wat jij vertelt, komt steeds een beetje de overheid uit de bus als de grote vijand. Of is dat niet zo? Nee, ik heb altijd al wel redelijk sceptisch gekeken naar hoe de overheid in elkaar steekt en wat ze doen. En ik denk dat de mensen die het hardst nodig hebben, die worden over het hoofd gezien. Hoe bedoel je? Nou, heel simpel. Als ik boetes zijn in Nederland allemaal hetzelfde. Hè? Dus op het moment dat ik iets verkeerd doe, dan krijg ik een boete. Van, ik noem maar wat, ik parkeer mijn auto op de Dam terwijl het niet mag. Nou, 300 euro. Voor mij is dat een godsvermogen. Maar als ik 6-0 op mijn bankrekening heb, 300 euro, ja, peanuts. Dus wetten gelden eigenlijk alleen voor arme mensen. Je mikt door dit cape heen op het stuk waar je wil schieten. Oké. Okay. Pats. Ik krijg een beetje een Lowlands gevoel. Bijna wel, hè? En dan ga je de komende weken, ja, iedere dag ergens anders slapen? Dat is wel de bedoeling. Of in ieder geval wel zoveel mogelijk rondtrekken. Wat is dat? Gordijntjes. Gordijntjes? Ja. Ik wil natuurlijk niet dat iedereen je ziet slapen. Ah ja. Mag natuurlijk niet officieel slapen in de auto. Oh. Je hebt het tegenwoordig, iedereen mag zijn, iedereen heeft het recht om te zijn wie ze willen en noem maar op. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe het dan zit met mijn bestaansrecht. En dat, ja, dat ben ik nu dus aan het zoeken op mijn eigen manier. En voel je je dan door de staat in de steek gelaten? Nou, in de steek gelaten is denk ik een groot woord. Ik had er een ander beeld van hoe het zou lopen op het moment dat ik in de problematiek terechtkwam. En ik denk dat ik er een te hoge verwachting van had. En daarom is die verwachting nu gewoon bijgesteld naar nul. Want als je niks verwacht, dan kan het altijd alleen maar zijn wat het is, in plaats van dat je ergens op rekent wat er dus uiteindelijk niet blijkt te zijn. Nee, maar in principe is het heel makkelijk, je gaat gewoon lekker zo liggen. Klein maar fijn noemen ze dat, hè? Dus nou, ligt hij hoor. Ik dacht altijd dat alles in Nederland prima werd geregeld. Dat de overheid het beste met ons voor heeft en ons beschermt waar nodig. Maar deze mensen gaan de strijd aan en zoeken hun eigen weg. Ontwijken de regels of stellen ze ter discussie. Thank you.